Het zijn zware tijden voor de thuiszorg. De ene na de andere organisatie die valt om. En dat heeft vooral te maken met de nieuwe zorgwetgeving. Sinds 1 januari hebben de gemeenten daarin meer taken en is de pot geld aanzienlijk kleiner geworden. Karim, waarom valt juist voor zoveel thuisorganisaties nu het doek? Nou, heel veel thuisorganisaties worden nu geconfronteerd met de bezuinigingen die de gemeente eigenlijk één voor één doorvertaalt naar de zorginstellingen. Mm-hmm. Hè? De bezuinigingen die ik eerder noemde, die waren 75%. Nou, met heel veel actie hebben we ervoor gezorgd dat dat nu teruggebracht is tot zo'n 32%. Nog steeds veel te veel, want 32% bezuinigingen betekent inderdaad dat er misschien wel 32% minder mensen verzorgd kunnen worden. Het is wel heel snel, lijkt me. Want 1 januari is die regel en wetgeving ingegaan. Dat wisten we natuurlijk van tevoren al. Maar het is 21 januari en we hebben 3 instanties om liggen. Ja, en daar tellen we eigenlijk nog niet eens instanties bij op die al massa-ontslagen hebben doorgevoerd in 2014. Ook in het hele land zijn daar toen al ontslagen gevallen. Dus je praat, als we nu gaan praten in aantallen, in de maand januari kijken we naar Thebe Pantijn en vandaag ook bekend Tante Louise, waar een massa-ontslag valt. Dan praat je over al meer dan 4000 zorgmedewerkers die op straat komen te staan. Het lijkt wel alsof het in Brabant ook er harder aan toe gaat dan in de rest van Nederland. Is dat zo? Nou, ik had het er met collega's over. Ik denk, ligt het nou aan mij? Ik ben sinds vorig jaar FNV-bestuurder in het zuiden des lands. En ik denk, waarom zijn die twee faillissementen nou hier? Maar het is denk ik puur toeval dat nu twee organisaties in Brabant zijn. We horen ook wel geluiden dat misschien elders in het land ook kan gaan gebeuren. Dat er nog aan de signalen zitten er wel aan te komen. Maar denk je aan dan? Nou, misschien wel nog meer faillissementen. Ja, dat snap ik. Maar aan aantallen, heb je daar een idee van? Wat er dan zou kunnen gebeuren? We hebben op dit moment een ontslagenteller vanuit FNV ontwikkeld. En daar hebben we gewoon in kaart gebracht wat zijn op dit moment volgens ons de aangekondigde ontslagen. Dan kijken we puur naar de gegevens die je eigenlijk organisaties zelf aanleveren. Mm-hmm. En dan zit je al rond bijna 30.000 zorgmedewerkers. Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Je kunt er bijna niet voorstellen dat we die mensen straks moeten gaan missen. Want ze zijn nu allemaal aan het werk met de reden. Ja, precies. Ik denk dat iedereen wel een opa, oma, vader of moeder heeft die op dit moment ontzettend veel zorg nodig heeft. En die mensen zijn hartstikke ongerust. Hè, want die willen graag hun vaste zorgmedewerker houden. En die zorgmedewerkers moeten nu constant vertellen. En dat zijn echt hele moeilijke gesprekken. Van ik weet niet wat er gebeurt over een tijd. Hè. Pantijn Vivent medewerkers moeten zeggen, ik weet niet wat er gebeurt na 1 februari. Of ik u mevrouw Jansen nog kan verzorgen. Dus dat zijn hele heftige gesprekken. Ja. Wat gebeurt er met het personeel dat ontslagen wordt? Nou, dat is dus het hele gekke in de zorg. Hè. Als je gaat kijken naar een faillissement bij bijvoorbeeld een bedrijf als Philips en de gloeilampen, hè, daar is geen vraag meer naar. Ja, dan kan je de oorzaak makkelijk neerleggen. Er is geen vraag, dus er moet iets anders gebeuren. Mm-hmm. Als we gaan kijken naar wat er in de zorg aan de hand is, dan is de vraag naar zorg, die wordt alleen maar groter. Ik bedoel, de vergrijzing in Nederland komt eraan. Daarom. Iedereen weet dat. Dus het is toch eigenlijk bizar dat er dan juist daarop gekort wordt, hoewel er zo'n grote stroom aankomt. Ja, en dan kan je inderdaad vanuit, hè, zoals Den Haag dan aangeeft, zeggen, nou, we willen juist de zorg verbeteren en mensen in hun eigen omgeving zoveel mogelijk die zorg bieden. Dat is op zich mm-hmm. een gedachte waar ik mee kan leven. Maar ja, wie A zegt, moet ook B doen. En dan moet je niet gaan stellen dat er ook nog 32% bezuinigd moet worden op de huishoudelijke zorg. Ja. En dat geluid proberen we nu, zeggen we eigenlijk al jaren tegen dit kabinet. En nu zie je de gevolgen ervan. Okay. En nu worden mensen wakker. Ja, de werknemers die zijn dus echt ontzettend boos. Zo ook bijvoorbeeld Angelique van Uitheusden. Na haar ontslag bij Thebe kan ze eigenlijk wel een baan krijgen bij T-zorg, maar dan wel voor veel minder salaris. Kijk mee. €500 ruim bruto. Per jaar? Nee, per 4 weken. Per 4 weken? Ja. En dat 13 keer, want ze werken met periodes. Dus 13 periodes. Dus daar gaat best wel een hoop geld in zitten. Dus dan ga ik, denk ik, even gewoon in de WW. En dan ga ik van daaruit kijken of ik dan een beter contract kan krijgen. Want ik heb nu dadelijk ook geen normaal contract. Ik wil gewoon normaal een werkweek kunnen volgen. Je zei, ik ga van 13,50 per uur bruto naar een tientje per uur bruto. €10,08. Bruto. Want dan gaat natuurlijk ook nog alles af. Dus dan zit ik aan het minimum. Word ik volgend jaar weer buiten gekegeld. Want na een jaar kunnen ze doen wat ze willen. Dan ga ik daar naar een bijstandsniveau misschien. Dan heb ik eigenlijk geen zin in na 13,5 jaar. Nee, dit is de realiteit. Ik snap dat ze daar geen zin in heeft. Er zijn organisaties die zitten te trappelen om de mensen over te nemen. Maar voor €3,5 per uur minder is dat natuurlijk wel flink. Kan dat zomaar? Nou ja, wat ons betreft niet. En daar hebben we morele en juridische bezwaren tegen. Juridisch hebben we in feite een bodem afgesproken van dit moet een zorgmedewerker minimaal verdienen. En dat minimum is €12,50 en het maximum is €12,50. Bruto. Hè. We praten over echt de onderkant van de salarissen van de zorg op dit moment.
En ja, je wat ziet. Zeg je nou, het minimum is 12,50? Het maximum is 12,50 ja? En het minimum is 10,50 euro. Okay. En dat is een heel simpel loongebouw. Dat je, ja, als je nieuw bent, hè, je bent net zorgmedewerker geworden. Nou, dan heb je nog geen kennis en ervaring. Je moet het vak nog leren. Nou, dan begin je onderaan de ladder. Na een aantal jaar, 4-5 jaar, klim je omhoog. Je hebt kennis en ervaring. Dan zul je minimum 12,50 moeten verdienen. Okay. Dat is het max dan in ieder geval die we op dit moment, dat we op dit moment hebben afgesproken. Jullie gaan ervoor strijden. Ja, wat precies. Gaan jullie allemaal doen? Want jullie zitten vanavond in Os bij een raadsvergadering. Morgen de Tweede Kamer in. Ja. Hoe laten jullie stem horen? Nou, we laten onze stem horen bij de gemeente die op dit moment, als we gaan focussen op Pantin Vivens, er zijn 20 gemeenten in totaal. Nou, we kunnen op dit moment niet bij alle 20 gemeenten langs, maar je hebt een aantal 4 centrumgemeenten. De rest volgt die 4 in feite. We hebben het over Os, Bokstel, Kuik en Den Bosch. En wat we eigenlijk gaan doen is dat we bij de politiek gaan eisen dat welke oplossing ze ook kiezen, er niet getornd moet worden aan de arbeidsvoorwaarden. Dus we zeggen, kwaliteit van zorg moet gewoon doorgaan. Continuering van de zorg, dat is 1. Werk is er nog steeds, dus het werk moet behouden blijven, dat is 2. Maar laten we dan ook alsjeblieft die arbeidsvoorwaarden in stand houden, want het zou heel zuur zijn dat aan de onderkant, de mensen die aan de onderkant van de zorg zitten qua salaris, dat die juist de slachtoffers worden en de rekening gepresenteerd krijgen van de bezuiniging op de zorg. Juist, we houden jullie in de gaten. Veel succes. Dankjewel.